Dit tuig moet keihard aangepakt worden en ze moeten ook de rekening gepresteerd krijgen. Ja, Rotterdam kookt. Ik kook ook van woede. Wat hier gebeurd is gisteravond is volstrekt onacceptabel. Slaat echt helemaal nergens op. Heeft ook niks met demonstreren te maken, maar puur vandalisme en extreem crimineel gedrag. En dat moet ook als precies zo behandeld worden. We staan hier voor deze winkel. De Zemel is ook geplunderd. Deze winkel is geplunderd. Er zijn meerdere winkels geplunderd. Je moet je voorstellen, ben je winkelier. Ben je gedwongen gesloten, probeer je de eindjes een beetje aan elkaar te knopen, omdat het al hele lastige tijden zijn. En dan gebeurt er zoiets dat je winkel wordt geplunderd. Ik heb gehoord dat een juwelier voor 10.000 euro schade heeft. Gewoon omdat mensen een ruit inslaan. Waarom? Omdat ze niks beters te doen hebben, omdat ze gefrustreerd zouden zijn. Het slaat echt, echt werkelijk nergens op. Ik sprak zojuist de politiechef van uw stad, Fred Westerbeke. Die zei dat hier horen gepaste celstraffen bij. Deelt u dat? Zeker. En niet alleen gepast celstraffen, elke cent wat ons betreft wordt verhaald op de dader straks. En als dat niet kan via het strafrecht, dan moet de gemeente wat ons betreft maar gewoon privaatrechtelijk dat proberen te regelen. Door direct rechtszaken aan te spannen tegen de relschoppers. Want ik ga niet meemaken dat de Rotterdamse belastingbetaler, die netjes op tijd zijn belasting betaalt, hiervoor gaat opdraaien. Dit tuig moet keihard aangepakt worden en ze moeten ook de rekening gepresteerd krijgen. We staan hier voor een getroffen ondernemer. Zo zijn er heel veel meer in uw stad. U bent VVD'er. Wat kunt u voor hem betekenen? Ja, nee, we zullen moeten gaan zien wat de schade is allereerst. Het is nu de ochtend erna, dus je kan je voorstellen dat heel veel ondernemers, maar eigenlijk de hele stad met een soort kater wakker wordt. Vooral eerst belangrijk dat we zorgen dat de rust herstelt. Dat dit vanavond niet nog een keer gebeurt, dat nog meer ondernemers worden getroffen. En vervolgens moeten we gaan kijken hoe we die ondernemers het beste kunnen gaan helpen.